Nou, beste kijkers en volgers op YouTube, het is toch wat, hè? Uh, op het moment zijn er enorm veel oplichters actief. Er worden spullen via de website uh, besteld uh, via gestolen pinpassen of gestolen creditcards of, nou, ja, noem het allemaal maar op. Uh, gelukkig uh, kunnen wij die onderscheppen uh, met hulp van de banken en de betaalproviders. Um, ik heb wel uh, besloten om uh, alle bestellingen van iedereen uh, als ze binnenkomen en de betaling is binnen. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor de vaste klanten die ik ken, maar voor de mensen die nieuw binnenkomen uh, via de website moet ik erbij zeggen. Die houden wij een dag extra langer vast. Zodat een bank mogelijk kan reageren van. hey, uh, dit is geen goede transactie. Dus. Hou er rekening mee als je nieuw bent en je bestelt voor de eerste keer dat je één dag langer moet wachten op je spullen. En eh, niet alleen via eh, het internet proberen ze het, ze proberen het ook met telefoontjes. Van ja, ik wil voor honderden duizenden euro's goud kopen, maar ik wil mij niet legitimeren. Ik zeg: Vriend, als jij met dat geld bij me komt, dan maak ik onmiddellijk een melding. Ongebruikelijke transacties, ik doe dat maar gewoon niet. Ehm. Uh, Goud en Muntpunt staat voor transparant en eerlijk zaken doen. Uh, niet alleen naar, naar, naar jullie toe, maar ook richting de wet. Kijk, de regels die er zijn, daar houden wij ons gewoon aan. Uh, nou ja, dit wilde ik even met jullie delen.